allemaal, het is weer eens tijd voor een shoplog en jawel, van de Primark. Ik heb de tas al leeg gehaald, alle spullen liggen om me heen. Hoppa, tas weg. Het zijn spullen voor mij en voor Niels en een heel klein beetje voor Sven. Dus laten we maar gewoon beginnen. Zal ik maar beginnen met die van mij? Die van Niels heb ik al gewassen, dus die liggen nu al onderop in de wasmand. Dus die zal ik zo laten zien. Dus ik begin met die van mij. Ik heb als eerste deze tas gekocht. Die krijgt natuurlijk nu nergens meer gratis plastic zakjes, wat natuurlijk super goed is. Maar ook heel onhandig, want dan heb je ineens geen tas bij en dan moet je er toch één kopen. En dat is natuurlijk A, zonde van je geld en B, zonde van het milieu. Dus ik heb zo'n klein opvouwbaar tasje in mijn tas zitten. Als ik nou weet dat ik echt iets ga doen, dan vind ik het wel handig om iets groters mee te hebben. En deze heeft een fijne lengte banden. Niet zo, heel veel van dit soort canvas tasjes, die hebben van die hele lange hengsels, zeg maar. En dat is ook weer niet praktisch. En deze zijn gewoon dik en stevig. En ik vond het modelletje wel leuk. En er staat gewoon op. Whatever. En daarin heb ik natuurlijk van alles zitten. Dus laten we maar gewoon beginnen met wat ik als eerste aantrek. En dat is dit shirtje. Als we bij de Primark zijn, misschien wel leuk om te vertellen, we waren een weekendje weg. Of tenminste een nachtje weg met z'n tweeën. Ik had dat Sven cadeau gedaan voor zijn verjaardag. We gingen naar Zaandam. En als je me op Instagram volgt, heb je dat ongetwijfeld gezien. Mijn Instagram is @karinmening. Ik zal het weer onder even zetten. Maar we gingen dus even met z'n tweeën gewoon lekker een nachtje weg. En we zaten in Zaandam in een heel leuk hotel. En daar schuin tegenover zat de Primark. Dus daar moesten we natuurlijk even heen. En wat we dan altijd doen is, we gaan meestal gewoon met elkaar. Dus ik loop met Sven mee, Sven loopt met mij mee. En samen natuurlijk voor Niels, dat lijkt me ook duidelijk. Maar als Sven met mij meeloopt in die rekken, denkt hij altijd, nou ik weet het niet. Dus hij gaat altijd paspoppen kijken. En dan komt hij dus met dingen aanzetten die hij van de paspop leuk vond. Nou, hij kwam hiermee aan. En in eerste instantie dacht ik, ja Sven, ik ben natuurlijk inmiddels ook alweer wat ouder. Ik ben 31, moet ik dit nou wel doen? Maar weet je, ik ben ook moeder van een jongetje. Dus een beetje sportiviteit of tijd kan geen kwaad. Ik vond het wel een heel leuk shirt. Hij staat op Philadelphia College. Nou, 1973. Oké, dat is mijn bouwjaar echt niet. Zo oud ben ik ook weer niet. Voor iedereen die zo oud is. Ik word het op een gegeven moment natuurlijk ook. Nee, maar 1973 is nog steeds niet oud. Maar het is in ieder geval, ik kom uit 84. Dat is mijn bouwjaar. Maar ik vond het wel een heel leuk shirt. Ik draag echt nooit zoiets. Maar ik vond het, heel vaak zijn dit soort shirts van het harde katoen, zeg maar. Maar dit is gewoon bijna een beetje doorschijnend. En daardoor, ja, vond ik hem gewoon net iets vrouwelijker. En dacht ik, oh ja, kijk, je ziet wel mijn hand er een beetje doorheen. Dus deze. En de paspop had het aan met een broekje. Kijken of ik die nou heel makkelijk even kan vinden. Ja. Met dit broekje. Deze. En ja, die vonden we eigenlijk ook heel leuk. Dus het werd gewoon de combinatie. Het broekje was €7. En die koop ik altijd in een paar maten te groot. Want anders vind ik dat mijn billen eronder uit ploppen. Dat vind ik niet mooi. Ik heb best wel een kont. En dat is op zich prachtig. Ik bedoel, er is mis mee. Alleen ik vind het dan niet zo erg charmant op mijn 31ste dat mijn billen uit mijn broekje hangen. Dus ik help het altijd een paar maten groter. En dan dit shirtje. En die was €8. Dus een hele leuke combinatie. Zeker gewoon met een paar boots eronder of zo. Heel stoer. Dan, nou, ligt even van alles basic bovenop. Sokken. Dit zijn zwarte sokjes. Of van die korte. Je hebt ook zeg maar nog korter. Alleen dat vind ik nooit zo lekker zitten. Want dat zit dan precies bij mijn hiel niet lekker. Gewone zwarte sokken. Die zijn allemaal €3 geloof ik. Al die, dat zijn dan 5 paar. En dan nog witte sokken. Want ik heb nu ook witte schoenen. En heel vaak doe ik blote voeten, maar ik merk toch dat je dan sneller blaren krijgt. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen. Dus allemaal sokken, sokken. Dan, dit shirtje leek me wel leuk voor met sporten. Gym hair, don't care. En het is gewoon een lekker los shirt. Ik draag meestal strakke shirtjes met sporten. Maar ja, ik ben natuurlijk nu nog niet helemaal zeker over mijn lijf. Dus ik vind het wel lekker als het ook een beetje los zit. En zeker bijvoorbeeld ook met, ik doe bijvoorbeeld wel eens Zumba als je iets hoort. Zoals de Smittens die heel erg blij is dat ze het domein voor zichzelf heeft. Zoals we waren dus een weekendje weg. Dus mijn schoonouders waren oppassen. En mijn ouders kennen ze vrij goed. Omdat die natuurlijk ook heel vaak hier zijn. Maar mijn schoonouders vinden ze dan nog toch wel een beetje spannend. Dus, en, nou ja, en dan natuurlijk Niels erbij. Dus nou, mits is blij dat ze even een momentje Niels naar het kinderdagverblijf. Dus nou, mits is blij dat ze even kan rousen. Dus als je dat hoort, ik knieuw het niet.
Maar wat ik was aan het zeggen. Nou ja, dat ik dus. Oh ja, dat ik weer ook wel weer op een gegeven moment als het kan. Ik mag nu nog niet, maar als ik weer mag, dan wil ik ook weer gaan zumba bijvoorbeeld. En dan vind ik het altijd wel leuk om een wat losser shirtje aan te doen. Dat je natuurlijk een beetje zo te swingen. Dus deze en natuurlijk de kleur. Ik ben dol op roze. Dan weer een paar basics. Ik heb 3 basic zwarte hemdjes gekocht. Gewoon omdat ik hierin woon. Ik had ze altijd van de H&M. Die vond ik super fijn. Maar H&M heeft tegenwoordig alleen maar lange hemden. Ja, en als ik dat in mijn broek stop, dan zit mijn hele broek vol met hemd. En dat vind ik A, niet lekker zitten. En B, krijg je heel vaak dat het gewoon zeg maar op gaat rollen. En het ziet er niet mooi uit. Dus, en deze zijn wel gewoon kort. Dus deze. Dan een probeersoltje. De bootcut jeans is weer helemaal in. Sowieso heel erg 70s mode. En vroeger, wat ik al zei, ik ben alweer wat ouder. In mijn tijd was de bootcut hip. Toen kwam de skinny en toen dachten we, waarom hebben we ooit bootcut gedragen? Want skinny haalt zoveel meer op. Nou goed, zo gaat de mode natuurlijk. Dus, maar op zich, bootcut is wel een mooi model. Het brengt je gewoon heel mooi in proportie, zeg maar. Dus ik vind voor zowel skinny als bootcut wat te zeggen. Ik vind wel, als ik een bootcut draag, moet het echt met hakken. Want anders zie ik er echt niet uit. Maar goed, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ik dacht, ik wil weer zo'n bootcut proberen. Nou heb ik er nog wel eentje in mijn kast. Maar die is, zit super lekker. Maar die draag ik echt helemaal niet meer. Maar die is te kort om met hakken te dragen. Want dan ziet het er niet mooi uit. Dus ik dacht, weet je, Primark, we kunnen het een keer proberen. Gewoon een hele effe donkere... Een dingetje op. Roze. Donkere broek met dan... wijd uitlopende pijpen. Niet super wijd, maar wel echt weer eventjes bootcut. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. Dat vind ik leuk. Svenny moest er wel gaan wennen, maar ik zei, weet je, met een paar pumps eronder is dat echt wel heel leuk. Dus, dat gaan we doen. Nou, een ander ding wat Sven uitzocht is dit shirtje. Die zag hij ook op een paspop. Dus ik had hem in mijn eigen maat meegenomen. Toen had ik hem aan, toen dacht ik, die paspop zat hij echt heel anders. Dus toen zei ik, Sven, kijk eens even welke maat die paspop uit. En de paspop had maat 42 aan, dus toen ben ik ook voor maat 42 gegaan. Dus een tip als je geïnteresseerd bent in dit shirtje, neem hem een paar maatjes groter. Want hij is best wel kort en hij loopt zeg maar rond hier. Maar dat zit vrij hoog, dus als je dan geen hoge broek aan hebt en hij is al kort, dan ziet het er een beetje gek uit. Maar deze maat is perfect. Ik vond het wel leuk, want hij heeft dus hier een beetje een doorschijnend detail. En dan hier een beetje zo'n Aztec dingetje met vliebertjes. Gewoon een fijn shirtje. En wat ze ook nog uitzocht was deze. En dat noemden ze een military blouse volgens mij. Ik weet niet waarom ze dat zo noemden. En dat is deze. Het is gewoon wel een maat 36, 34, 36. Deze met grote zakken op de borst en van het mooie sheer spul. Ik heb heel veel van dit soort blouses van de Primark. Want die blijven echt heel lang mooi en zitten lekker en luchtig, maar niet koud. Ja, ik word hier heel vrolijk van. En wit, ja, weet je, dit is ook mooi. Zeker bijvoorbeeld ook met die bootcut en dan erin gestopt en dan een mooi paar hakken eronder. Dan een paar zonnebrillen. En dat was niet de bedoeling om ze allemaal mee te nemen, maar ik heb er één uit mijn mandje gehad. Zei ik tegen ze, we moeten straks even kijken, want er zitten nog meer onderin, maar daar kom ik niet bij. Maar goed, dat is niet helemaal gelukt. Dus nu heb ik best wel veel zonnebrillen. Maar goed, mag de pret niet drukken. Als eerste deze. Ik vind Primark zonnebrillen namelijk wel altijd heel fijn. Ja, dit hoort er natuurlijk niet bij, want dit is zo'n zakje waar je hem dan in kan doen. Maar goed, deze dus. Heel leuk. 3 euro. En die heeft dus zilveren, hoe zeg je dat, pootjes. En dan deze, ook 3 euro. Ook heel leuk. En die heeft dus meer, volgens mij goud. Ja, dit zijn meer gouden details. En dan heb ik nog deze met een beetje zo'n luipaardprintje. Die was maar 1,50. Ook heel leuk. Ik heb van Sven geleerd dat... ik ben zeg maar wel het modepopje van ons twee. Maar Sven die houdt er ook wel heel erg van. Hij heeft soms een hele uitgesproken mening. Zoals het die zegt dat... Oh, dan zie ik dat ik hem al een beetje een lelijk heb genomen. Dat moet ik even schoonmaken. Dat vierkante zonnebrillen mij mooier staan dan ronde vormen. Dus dat... Nou, en heeft hij ook wel een punt. Want ik heb een vrij rond hoofd. Niet helemaal. Ik heb redelijk ovaal, maar wel richting het ronde. Dus als je dan ook nog rond, dan wordt het rond op rond en dan wordt het een ballon. En deze is van Sven. Maar die vind ik ook heel tof. Dat zal ik even laten zien. Yes.
Die is van Sven. Dus dit is een van de aankopen van Sven. Nou, dan ga ik meteen wel even door. Dat was het hierin. Oh ja, ik heb ook nog deze. Dit zijn van die plaakplooitjes, zoals we in Utrecht zouden zeggen. Ik ben overigens geen Utrechtse. Dus als het verkeerd is, excuse me, ik ben Amsterdams. Maar dit zijn van die plakplaatjes die je op festivals als nep tattoos kan doen. En al heel lang wilde ik het een keer. Maar goed, ik dacht, ja, ik weet hoeveel festivals gaan we nog bezoeken. Maar weet je, als het zover is, dan wil ik dat een keer doen. En misschien sowieso al een keer leuk in de zomer. En wat ik leuk vond, is dat deze rosé goud zijn. En ik ben natuurlijk dol op rosé goud. En heel vaak zitten er heel veel dingen bij die ik niet leuk vind. Maar dit zijn eigenlijk alleen maar pijlen en veertjes en zo. En dat vond ik wel heel gezellig. Dus deze, die waren 2 euro. Dan eventjes door van Sven, omdat het nou eenmaal bovenop ligt. En dat is dit. Jack, deze heeft hij gekocht. Een groen... Heel groot. Groen... Oh ja, we gaan terug naar normaal beeld. Hallo. Ja. Een groen bomberjack-achtig iets. Ik zei, ik moet hier heel erg aan wennen. Maar ik weet zeker dat jij het goed kan dragen, zeg maar. Gewoon een lekker zomerjasje. En die was 21 euro. Dan schoenen. Ik zag deze laarsjes. En ik heb heel veel... Ik heb 2 paar van deze kleur laarsjes. Maar die zijn allebei met zo'n... van dat warme spul erin. Wat natuurlijk heerlijk is in de winter, maar in de zomer niet. Dus ik zag deze en die vond ik eigenlijk wel heel leuk. Gewoon leuk bijvoorbeeld onder zo'n kort broekje met zo'n shirtje. En het stomme is dat ik een gat erin heb zitten. Dus kijk, heel stom. Het zit gelukkig aan de binnenkant en het flabbert natuurlijk zo naar beneden. Dus het is niet dat het heel erg opvalt, maar het is wel een beetje jammer. Het is alleen zo lullig, want ja, het zit bij mij niet om de hoek. Dus ik kan niet even terug en zeggen, yo, dit is niet goed. En het nog stommer is dat ik eerst dacht dat ik een gat zag. Ik dacht, nou, het zal wel niet. Toen heb ik nog even goed gekeken en toen heb ik het blijkbaar niet gezien. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar ik vind ze wel heel tof. En het binnenste gedeelte is van leer, waardoor het natuurlijk ook lekker duurzaam is. Deze waren 30 euro. Dan, laatste van mij, zijn deze, zeg maar, nep All-Stars. Ik stik eventjes. Gewoon wit. Echte All-Stars heb ik ook. Niet zeg maar de korte witte variant, maar de hoge zwarte variant. Maar het is niet helemaal mijn pasvorm. Ik heb best wel brede voeten. En ja, een van de redenen vind ik dat All-Stars, krijg ik best wel snel blaren van. Toen heb ik heel lang een neppaar gehad. Maar ook daar krijg ik een beetje blaren van. En mijn Primark schoenen heb ik volgens mij nog nooit een blaar gehad. Dus ik denk, ik ga deze gewoon een keer proberen. Want ik vind namelijk dit soort schoentjes wel heel leuk staan. Dus ik ga het gewoon proberen. En deze waren 8 euro. Dan voor Niels, daar weet ik de prijzen niet meer van. Want wat ik zei, ik heb het al gewassen. Als je een baby hebt, moet je altijd eerst de kleren wassen van tevoren. Voordat je ze aantrekt. En nou, we kwamen gisteren thuis. En toen dacht ik meteen... ik ga het allemaal wassen, want dan kan hij het snel aan. Maar bijvoorbeeld, we hebben pyjamaatjes gekocht. En hij groeit echt uit zijn eigen pyjamaatjes. Het kan eigenlijk niet meer. Mijn schoonmoeder stuurde al een foto dat hij soort van opgesloten zat in. Dus ik dacht, we moeten even nieuwe onesie pyjamaatjes. Sowieso wilden we weer een nieuw dierenpakje. Een leuke dierenonesie, maar die waren er niet. Dus dat was heel jammer. Want hij heeft nu een hondje en het staat heel schattig. Maar het is echt te klein aan het worden. Dus een setje van 3 pyjamaatjes. Die zaten in zo'n zak. Daar heb ik dan nog wel een prijs van, denk ik. Deze sleepsuits. 100% katoen. Even kijken. En die waren een tientje met z'n drieën. En we hebben dus alles voor 3 tot 6 maanden genomen. Ik moet zeggen dat de Primark maten voor kinderen niet heel erg strak zijn. Want er zit nogal groot verschil in de ene 3 tot 6 maanden en de andere 3 tot 6 maanden voor mijn gevoel. Want Niels kon het van 1 tot 3 maanden, of 0 tot 3 maanden, zeg maar, kon niet het ene kon niet al meteen aan. Het andere moesten we echt een tijdje meer wachten. Maar goed, het is ook een ruim begrip. 3 maanden in een babyleven, want ze groeien als kool. Nou, dit is de eerste. Hier staat op Daddy's Little Dude. Het zijn vrij primaire kleuren. Op zich ben ik daar niet heel erg van. Maar weet je, we hebben toch een jongetje. Dus af en toe moet dat gewoon. En het zijn wel gewoon hele vrolijke pyjamaatjes. En hij had gewoon pyjamaatjes nodig. En dit was nog wel het mannelijkste wat erbij zat. En dan dit soort van Where's Wally pakje. Wat op camera natuurlijk helemaal hysterisch wordt met een paar dinosaurusjes erop. Maar de leukste vind ik deze.
Dat is een witte met allemaal soorten dinosaurusjes erop. En nou, dit past hij gewoon nu al. Dus daarom wilde ik ze ook wassen. Want dan kan hij morgen of vanavond gewoon lekker een goede maat pyjama aan. Dan in de categorie dinosaurussen zagen we ook dit truitje. Super leuk. Hier staat een dinosaurus op en er staat een totally awesome. Roar. En de dinosaurus loopt door op de rug. En dit zijn gewoon hele makkelijke truitjes voor hem. Dus top. Baby's groeien gewoon heel snel. Dus hij kan het ongetwijfeld niet heel lang aan. Maar goed, ik hoop dat hij er wel weer even mee kan doen. Dit broekje vonden we ook heel leuk. Vooral dit zakje hier aan de voorkant. Waarom de zakjes in babybroeken zitten, niemand weet het. Want niet dat Niels zijn mobieltje in zijn zak gaat doen. Of iets in die richting, maar toch. Dus dit broekje. Dan nog een broekje. En dat is deze. Die vonden we echt heel erg cute. En we hebben best wel wat spijkerbroekjes. Of best wel wat. We hebben een paar spijkerbroekjes. Maar we merken gewoon dat we dat eigenlijk niet aantrekken. Omdat het gewoon, ja, je moet jezelf voorstellen dat je de hele dag in een spijkerbroek zou moeten liggen in een box. Dat ligt gewoon niet lekker. Dus een jongbroekje zit lekker. Maar dit is ook heel zacht spul. En dit is ook rekbaar. En dat is sowieso vaak bij babytjes. Maar dit is heel zacht. Dus we dachten, dit kan er nog wel. Dat is toch wel stoer. Weer is het anders dan een jongbroekje. En ook qua kleur wat makkelijker dan te combineren met sommige dingen. Dan dit truitje. Deze vond Sven heel leuk. En ik zei, we hebben al best wel veel van dit soort truitjes. En het is niet zo dat het nog heel lang dit weer blijft. Maar hij vond hem zo tof dat hij hem graag wilde. Dus prima. Dan deze. Die heb je al eerder gezien. Want die hebben we al. Maar dan in het grijs met rode sterren. Of blauwe sterren. Nee, grijs met blauwe sterren. En een rode capuchon volgens mij. En nu hebben we hem in blauw met blauwe sterren. En dit is dus weer een maat groter. Dus en het is zo'n fijn pakje. Dan een cadeautje voor iemand. We vonden dit zo'n leuk shirt, maar het was er niet in Nielse maat. Dus we dachten, dit geven we cadeau. En ja, misschien kijk je geen, dus dan verklap ik het nog niet voor wie het is. Maar een heel leuk ja, soort polootje-achtig iets. Maar gewoon die dinosaurus vonden we heel leuk. En een jasje. En dat is deze. Want we wilden dus eigenlijk een nieuwe dierenonesie, maar die waren er niet. En toen dachten we, oh, dit gaat nu op de Primark zak zitten. Maar die waren er niet. En toen dachten we, nou ja, wat is dan handig? En ik merk toch dat hij het vrij warm heeft in de kinderwagen. Dus we dachten, als we gewoon een iets luchtiger jasje doen, dan kan hij dat gewoon lekker aan. We hebben nu een soort vestje waar hij vaak in ligt. En dit is natuurlijk wel fijn, want dit heeft ook geen capuchon. Dus als het dan koud zit, je wel gewoon een mutsje op. Maar dan ligt het niet zo propperig in zijn nekkie. Dus dit jasje. En Sven is natuurlijk ontzettende schoenfanaat. Heeft hij... FBC heeft hij ook een beetje nu met voor Niels. Niels kan natuurlijk niet lopen en hij verloopt nog geen schoenen aan. Maar de collectie schoenen van Niels is groter dan die van menig baby. Maar Sven vindt dat gewoon heel leuk. Dus daar laat ik hem dan ook maar gewoon in. Deze zijn voor als hij een jaar of 10 is. Nee, dat is niet waar. Maar dit zijn wel hele toffe boots natuurlijk. Dat zijn gewoon hele leuke gimpjes. En deze zijn volgens mij vanaf 9 maanden, dacht ik. Maar nou moet wel gezegd worden, Niels heeft hele grote voeten. Hij draagt nu sokken voor een half jaar tot een jaar zeg maar, van de HEMA. In plaats van de 0 tot een half jaar maat. Niels is nu 3 maanden. Dus hij heeft gewoon grote voeten. Dus ik denk dat hij hier wel iets eerder in kan. Ik hoop dat hij dan inmiddels kan lopen. Heel gek, ik had vannacht gedroomd dat hij kon lopen. Dat was bizar. Dat hij nooit gekropen had, dat hij meteen kon lopen. Dat geldt terzijde. En deze voor de zomervakantie. We hebben een zomervakantie geboekt. We gaan naar Italië. En ik denk niet dat hij dan al enorm kan lopen. Maar Sven wilde graag dat hij dan deze leuke pootschoentjes aandeed. En staat onderop staat Little Explorer. Dus dat. En als laatste voor mezelf nog een slag elastiekjes. Ik heb altijd een elastiekje om. Zeker nu met Niels. Als je zo borstschoen geeft is het niet zo heel fijn. Dus ik doe het heel vaak omhoog. Ik moet sowieso mijn haar wassen. En ik heb altijd van die voor blond haar. Maar bij de Ethos en de Kruidzo heb je die van Zenner. En die hadden ze altijd, maar die hebben ze niet meer. Dus had ik zwarte genomen. Maar deze kan ik niet 3 keer om mijn haar doen. Als ik een staart doe. Maar met 2 keer zit het er los. Heel irritant. Dus ik dacht, ik ga dit eens proberen. Het zijn wel dus zonder metaal. En het zijn dus donkerbruin, lichtbruin, zwart, blond en wit. Prima. We gaan het gewoon proberen. En dat was het. Dat is alles wat we hebben gekocht. Een hele hoop. Ik denk dat het een hele lange shoplog was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval super bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!
ja, dat voelt gewoon heel gek. Dus dit deden wij altijd 's nachts om. En ik zweer hier echt bij, hij heeft hierdoor veel rustiger geslapen. En...